Als we Benarum verlaten en verder naar het zuiden trekken, komen we in het dorpje terecht van Villa Giosa. De geschiedenis van Villa Giosa begint in het bronzen tijdperk, waarvan men veel archeologische objecten heeft gevonden. Maar het dorpje met de naam Villa Giosa werd pas gesticht door de admiraal Bernard Densaria onder het koninkrijk van Jaime II rond het jaar 1300. De naam Villa Giosa wil zeggen de vreugdevolle stad. In het noorden van de stad ligt de vissershaven van Villa Giosa met een kleine werf voor de bouw van visserschepen. Vlakbij ligt de sporthaven van Villa Giosa met vele jachten en pleziervaartuigen. Als we ons meer naar het zuiden begeven, komen wij aan bij een groot breed strand. Dit is het strand van het centrum van Villa Giosa, gelegen aan de boulevard. Aan de rand van deze boulevard ligt de wijk van Arsenal, gebouwd in de 17e eeuw, nadat het gevaar van de Berberse zeepiraten was geweken. Dit is een van de meest schilderachtige wijken van Villa Giosa, met een grote verscheidenheid van felgekleurde gevels van de oude huisjes. Ook komen we hier het plein van San Perre tegen, gebouwd op de ruïnes van de pakhuizen van de oude Romeinse haven. Als we ons wat verder begeven naar het oude centrum, komen we veel monumenten tegen uit het rijke verleden van Villa Giosa. Een van de belangrijkste monumenten zijn de stadsmuren van Villa Giosa, ook genoemd Murallas del Levante. Deze oude stadsvesting werd gebouwd in de 16e eeuw door de ingenieurs Cervello y Aldana onder het koninkrijk van Felipe II. Bij de stadsmuren ligt de kerk La Iglesia de la Asunción. Deze kerk dateert uit de 16e eeuw en is gebouwd volgens de gotische stijl met kleine ramen zonder veel decoratie en weinig licht. De toren van de kerk was gebouwd tussen de vestingsmuren en had ook de functie van een belangrijke vestingstoren. Als we meer naar het zuiden gaan, komen we de bedding van de rivier van de Amadorio tegen. Aan de rand van deze rivierbedding, bovenop de restanten van de ruïnes van de oude stadsvesting, liggen de hangende huizen van Villa Giosa. Deze huizen zijn gebouwd tussen de 17e eeuw en de 19e eeuw nadat de vestingsmuren waren verwoest door de verschillende oorlogen. Als we ons langs de kust meer naar het zuiden begeven, zien we op een uitstekende rots de uitkijktoren van El Charco. Deze toren werd gebouwd in de 15e eeuw en maakte ook deel uit van het netwerk van alle uitkijktorens van de Valenciaanse kust.